Wat is de volgende stap van onze reis? Vorige week hebben we gesproken over de verleiding op de berg. Hieruit hebben we kunnen leren dat de duivel ons kunnen verleiden met wereldse problemen en afleidingen. Maar dat we altijd naar God moeten luisteren en op hem moeten vertrouwen. Vandaag lezen we het evangelie over de verloren zoon. Wat bedoel je met de verloren zoon? Waarom was hij verloren? Dat zal ik je vertellen. Er waren twee broers en de jongste ging op een dag naar zijn vader. En vroeg of hij zijn erfdeel mocht hebben. Zijn vader gaf het aan hem. En zijn jongste zoon vertrok naar een andere stad. En gaf al zijn geld uit, totdat er niets meer over was. Heeft hij al zijn geld opgemaakt? Wat heeft hij gedaan met al dat geld? Hij dacht dat hij gelukkig zou worden met al dat geld. Hij ging veel eten en drinken kopen en kocht heel veel kleding. Hij omringde zich met de verkeerde mensen, totdat al zijn geld op was. Maar dat klinkt toch leuk? Werd hij daar niet gelukkig van? Nee, want er kwam een hongersnood in dat land. Hij had geen geld meer om te kunnen leven en leefde tussen de varkens. Daarna verlangde hij om terug te keren naar het huis van zijn vader, waar hij beschermd en verzorgd zou worden. Wat kunnen we hiervan leren? Dat het ons niet gelukkig maakt om te doen wat we zelf willen. Zoals heel veel eten, niet naar onze ouders luisteren en te veel bezig zijn met plezier maken. We zien dus dat het ons niet gelukkig maakt. Wat moeten we dan doen om wel gelukkig te zijn? Dan moeten we net als de verloren zoon terugkeren naar onze vader. Daar worden we beschermd en geliefd. Maar ik ben toch al thuis bij mijn ouders? Nee, hiermee wordt onze hemelse vader bedoeld. Dus wanneer wij ver van God leven, moeten we terugkeren naar hem, luisteren naar zijn wil en niet meer zondigen. Ik ben nu al benieuwd naar het evangelie van volgende week. Zijn jullie dan ook erbij?